Stel dat jij Klaasje toch niet mag vervangen, wie mag het van jou dan wel worden? Ja, iedereen. Ja, weet je, ja, ja, maar ja, je leert iedereen zo kennen op bootcamp. En, en ja, iedereen is zo lief, iedereen wil het ook zo graag. Dus ja, je gunt het wel iedereen, maar natuurlijk wil het zelf het, het liefste worden. Uh, maar ja, iedereen is een hele sterke kandidaat, dus ja. Stel dat je het niet wordt het opvolger van Klaasje... Welke artiest mag er meteen bellen om een samenwerking op poten te zetten? Oeh, die vraag had ik niet, ja, niet, niet verwacht. Um, dat weet ik eigenlijk niet. Uh, wie dat wilt. Ja, wie dat wilt. Ja, ik, ik, ja, ik, ik weet zo niet of dat er iemand bij u zou bellen. Um, maar ja, ja, ik ben benieuwd. Ja, we zien wel wat dat de toekomst brengt. Ja. Besef jij wat er alles voor jou zou kunnen veranderen als je de finale wint? Ja. ja, daar zijn wij ook wel allez, op voorbereid geweest. Met um, verschillende gesprekken met Studio 100 uh, hebben ze ons wel al proberen duidelijk te maken van wat dat er te wachten staat um, en wat dat zij verwachten van het nieuwe k um, Dus we zijn daar wel wat op, op voorbereid, maar natuurlijk, ja, op het moment zelf is dat. Ja, weet het pas echt. Uh, maar sowieso ben ik een harde harde werker. Ik heb ook een, ja, een enorm doorzettingsvermogen. Dus ik zie dat echt wel goed komen als ik het word.